Hartford. Start is gevallen. Leiding wordt in het midden van de baan genomen door Burdi de Noyi. En aan de binnenkant springt Jaf de Berense. Galop nummer 1. Burdi de Noyi gaat als eerste de bocht in. Daarachter ligt op plek 2 aan de buitenzijde Edna Pol. Die gaat nu naar de binnenkant. Daarachter op plaats 3, ook aan de relingzijde, ligt Kees Kamminga met zijn nieuwe import Cover Dream. En die heeft inderdaad wat cover nu, want aan de buitenzijde gaat een deelnemer naast hem komen en hem ook voorbij zometeen. En dat is de favoriet Cap de Mee. Galopade in het achterveld is van de deelnemer die al uitgeschakeld is. Daar hoeven we ons niet al te druk om te maken. De deelnemers komen voor de tribune. En we hebben straks nog 2 ronden te gaan. Favoriet is onderweg naar voren. En de leider is al aan het wachten. Burdi de Noyi. Aan de buitenkant komt Cap Erdemee. Ook gaat in de tweede spoor nu naar voren Colza Dugers. Cap Erdemee de nieuwe leider. Eerste tussentijd 1:15:07. Gaan de runnersbocht in. Leiding in handen van Cap Erdemee. Tweede plek voor Burdi de Noyi. De eerste paard aan de buitenkant is Colza Dugers. Daarachter aan de relingzijde Edna Pol. Dan Cover Dream met aan de buitenkant Bogden. Daarachter Baladin Williams aan de relingzijde. En laatst in het tweede spoor is Bastien Duchef. Zit aardig wat tempo in de koers, want de koploper loopt zelfs ietsje weg bij de rest van het veld. Cap Erdemee. En is inmiddels halverwege de rechte lijn overzijde. Tweede tussentijd komt er zo aan. Die zal niet heel veel langzamer zijn dan de 15-7 die net werd neergezet. Cap Erdemee leidt. Burdi de Noyi plaats 2. 17 rond. Een seconde langzamer dan de opening. En zo gaan we in een aardig tempo de linkerbocht weer in. Cap Erdemee leidt. Burdi de Noyi tweede. Edna Pol derde. Vierde plaats erachter Cover Dream. Vijfde aan de buitenkant zakt ietsje terug Colza Dugers. Zesde gaat binnendoor naar voren Baladin Williams. Zevende op de rug van Colza Dugers ligt Bogden. En de achtste plaats is voor Bastien Duchef. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog 1 ronde te gaan en Cap Erdemee wordt voorlopig niet aangevallen. Niemand komt echt bij hem in de buurt op dit moment. Burdi de Noyi volgt op zijn rug, daarachter ook op de rug Edna Pol. Daarachter gaat Cover Dream nu naar het tweede spoor. Cover Dream naar het tweede spoor, daar komt Bastien Duchef in het derde spoor. Bastien Duchef probeert terrein goed te maken, maar weer een 17 tijd. 17-9 voor deze 500 meter. Ebbingen tikt Cap Erdemee een keertje aan en ziet aan de buitenkant naast zich komen Cover Dream. Paarden gaan de rechter bocht in. Cap Erdemee, buitenkant Cover Dream. Daarachter aan de relingzijde volgt Burdi de Noyi. En daarachter op de vierde plek aan de relingzijde volgt Edna Pol. Bastien Duchef komt niet voorbij. Uitgeschakeld nummer 6 onregelmatig. Nummer 6 onregelmatig. Dat is Burdi de Noyi die op plaats 2 lag. En nu niet meer, plaats 3 eigenlijk. Want hij was al voorbij gelopen door Cover Dream. En de voorste 2 die gaan zich ietsje afzetten van de rest nu. Aan de relingzijde Cap Erdemee en de buitenkant Cover Dream. Maar die moet nu toch weer capituleren, want Cap Erdemee pakt het bit weer op. Nu gaat naar plaats 3 aan de binnenkant Baladin Williams, die kan mooi binnendoor. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding in handen van Cap Erdemee. Tweede plaats erachter Cover Dream. Derde ligt nu Baladin Williams en inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Gaan die laatste bocht nu door met Cap Erdemee. Tweede plek erachter Cover Dream. Die wordt nog even weggezet door Kees Kamminga op de rug. En nu gaat hij zometeen weer naar buiten. Zo komen ze in de laatste rechte lijn. Daar komt ook Bogden aan. Bogden aan de buitenzijde. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Relingzijde Cap Erdemee. Cover Dream. Daar komt Baladin Williams. Daar komt Bogden. Ze gaan op weg naar de streep. Cap Erdemee lijkt nog altijd. Hij lijkt het onder controle te hebben. Hij heeft het onder controle. Cap Erdemee wint. Tweede is Baladin Williams. Derde Bogden. En vierde Cover Dream.